We hebben geen verpleegsters, hè? We hebben geen onderwijzers. We zouden ook een politiek kunnen doen dat we mensen heel snel een opleiding geven. We hebben ontzettend veel verplegers nodig. Mm-hmm. Wij zijn aan het vergrijzen, waar ik zelf ook mede schuldig aan ben. Dus we moeten eigenlijk een immigratieland zijn ook. En dat is nu helemaal van de tafel gevallen door het nieuwe kabinet. Maar we hebben gewoon mensen nodig. Ik zeg het, ik denk dat Wilders dit slappe hap vindt. Ja, dat denk ik zeker. Ik heb ook een vraag aan jou. Ja? Weet je, jij weet zoveel. Nou, niet overdrijven, hè, René? We hebben te maken met opwarming van de aarde, hè? Mm. Maar kan het zo zijn dat dat bijvoorbeeld niet voor ons land geldt? Nee, dat is een mondiaal... Voor een teringzomer, dat is niet... Ja. Hey, wij warmen helemaal niet op, lief. Voor die hele koude man. Dit is een mondiaal probleem, maar we hebben een probleem. We zitten nu in een koude front. Ik dacht, dat geldt niet voor ons. Je moet een verschil maken tussen weer en klimaat. Weer is okay. Dus van de dag en klimaat is over eeuwen. Ja. Okay. Maar dat het fout gaat, is maanden achter elkaar een record gevestigd, hè? Met stijging van temperaturen, ja. Nu ook in de maand juni. Maar ja, maar over de hele wereld gemeten is het nog nooit zo warm geweest. Precies. Ja. Precies. Maar het was 54 graden in. Ja. In Vegas en zo. 54 graden, of in India, ja, is het ook. Dat was een motorrijder, ja, ze terugvonden, hadden ze alleen het pak nog teruggevonden. Ah. Ja, serieus, waar. Nou ja, maar nee, maar ik zat vanmiddag in de auto, dat was 32 graden. Ja. Ja. Maak je de verwarming? Ja, jij deed wel de verwarming heel hard aan. Nee. Ja, jawel. Stoelverwarming. Wel de stoel. Ja, ja. Warmkontje. Ja, warmkontje. Ja. Altijd goed. Jij hebt ook een stoel op 3 staan, toch? Ja. Hey. En als het kan op 5. Ja.